Stanley de Stotteraar en meneer Wijntak. En wat er gebeurd is deze week is dat Bobby Eden heeft besloten... ik ga een real-life soap beginnen. Meneer Wijntak, wat vindt u ervan? Met alle respect. Met alle respect. Sommige mensen hebben echt kak in hun hoofd, weet je dat? Hoezo? Wie noemt uw dochter nou Bobby? Hoe heet u zo? Tolly? Oké, Frank, is het iets voor jou? Nou, maar ik word al de hele dag gevolgd, man. Hoezo maak je zoveel dingen mee dan? Nee, maar ze moeten me steeds hebben bij opsporing. Oké, wat ik ook met jullie over hebben is dat zijn een aantal bekende Nederlanders hebben besloten van... Oké, Zwarte Piet, die moet een makeover hebben. En ik ben het ook een beetje eens. Sinterklaas mag blijven, maar Zwarte Piet, die mag een makeover. Wat vinden jullie ervan, van die hele discussie? Wat voor kolenvraag is dat? Ik ben helemaal klaar met die discussie. De witte kant, de zwarte kant. En die witte mensen willen geen zwarte mensen in huis, behalve op 5 december. En de zwarte mensen... willen geen 5 december. Nou, zwarte mensen, hè. Ga desnoods door die schoorsteen. En roof dat hele kolenhuis. Ik. Dan zijn we helemaal klaar met die discussie. Nou, dat is ook een goeie, Frankie. Wat vind jij ervan dan? Ja, wat kan ik nu nog zeggen, hè? Zwarte Piet, wie kent het niet? Nou, ik niet. Ik hoef geen Piet, ik wil een Petra. Zo'n lekkere bollesma die kan komen. Want je hoeft geen noten mee te nemen, die heb ik al. En ik heb ook een dikke zwarte roe. En dus Petra, kom maar, ik ben te stout geweest. Kom maar hoor, je hoeft niet 5 december, je kan ook 2 april komen. Kom maar binnen, dikke Petra met je dikke vlecht. Dikke Petra, kom maar binnen met je vlecht. Want we zitten allemaal even vlecht. Ik heb een chocoladeletter voor jou. Ik heb ook iets lekkers hoor. Ik wil je maar zijn pijn doen. Laat me kouwen op je tijd. Nou jongens, hartstikke bedankt. Hopelijk tot de volgende keer. Yes!